Hallo kijkers, stof je kijken naar deze goed nieuwe video van de KV Mechelen Hermode. Ik ga deze video beginnen met een wedstrijd tegen Brugge. In de vorige video hadden we ook al tegen Club Brugge gespeeld en toen hadden we nipt gewonnen. Eerste kans in de wedstrijd en de keeper redt tackle, nee dat is te laat. Oh nee, Bjorn Meijer is erdoor. Keeper redt. Scoren! Oh, de keeper. Duran viel mij nog eens een kans. En deze keer schiet hij tegen een verdediger. Nu de kans. En de goal. Het heeft lang geduurd, maar eindelijk hebben we kunnen scoren. Oh, hier is Nusa. Hij houdt nog binnen. Oh jee, Orban. En dat is de keeper. Oh, dat is penalty. Oké, moet oppassen. Orban die gaat hem nemen en hij scoort, staat gelijk. Alweer Orban die tegen zijn ex-team scoort, deze keer met een penalty. Ook hier hebben we Morillo. Ik ga hem even passen. En nu misschien scoren? Nee. Oh nee. En ja, we staan achter. Dit gebeurt er, als je je eigen kansen niet afwerkt, dan doen de tegenstanders het wel. Dus Nusa die scoort, maar het is nog niet afgelopen, misschien kan ik hier nog een punt halen. De afwedstrijd is afgelopen, we verliezen in Brugge. Geen wedstrijd tegen Eupen die ik ga simuleren. We winnen met 2-0, tegen Gent ga ik simuleren. En we winnen net met 2-3, dankzij een hat-trick van Mendoza. Oké, nu is transfer deadline day. Dit is wel een interessant bot. Ik ga kijken of ik 14,5 kan vragen. En daar gaan ze akkoord mee. Oké, de speler is nu officieel verkocht. Ik had ook nog een speler aan, was ook nog een speler gaan scouten. Ik wil deze speler nog kopen. Alleen is denk ik alweer iets te duur. Misschien kan ik hem benaderen om te lenen. Nee, daar zijn ze niet geïnteresseerd. Amuzu gaat naar Frankfurt. Oké, dat was de transferperiode. Ik heb geen nieuwe spelers meer gekocht. Ik ga eerst even de wedstrijd naar Charleroi even simuleren. Ah, we spelen 1-1 gelijk. Oeh, nu komt de beker. Dus 1-1 in Antwerpen. Doel 1-1 thuis. Nu komt Leuven. Simpele 2-0 overwinning. Oké, uit. Simuleren tegen Westerlo. Ik ga even wel mijn B-elftal misschien gebruiken, want hierna is een belangrijke wedstrijd in Europa. Ah, 1-1 in Westerlo. Oké, tijd voor je wedstrijd in Europa League tegen Wolves. Simuleren. Ah, 2-2. Oké, geen slecht resultaat. Mijn B-elftal, wat doen ze tegen Oostende? 3-0 overwinning en dit is ook de eerste goal van Moussonda, dat is ook wel leuk om te zien. Hier komt hij dan, de wedstrijd in de Europa League die belangrijk is. Oh, we moeten blijkbaar in de sneeuw spelen. Oppassen, ze zijn gevaarlijk. Oh no! Oké, hier is er Franks. Hij is opeens heel traag, dus... Misschien nu... Scoren! Yes, de goal! Aster Franks die scoort, maar heel belangrijk dat we nu op voorsprong komen. No! Oké, weer hoekschop. Weg. Oh, daar kwam ik goed mee weg. Duran veel. De 2-0. Dit geeft weer meer zekerheid. Oei, ik zie een speer aan met hij geblesseerd is, dus die moet ik even wisselen. Dan doe ik het weer van Hekken even op. Van Hekken. Aster Franks. Oké, dat is mooi teamwork. 3-0. Ansu Fati speelt nu blijkbaar bij Wolves. Ah, toch nog een goal voor Wolves. Dit is meestal laat in een wedstrijd. Oh, passen.
Oh, de keeper moet redden en daar scoren ze weer. Het is nog niet afgelopen. Het gaat nog een spannend slot worden. Ja, we gaan door. Ah, Club Brugge verliest tegen Napoli. Zie ik net. Ik heb even ook nieuwe middenvallers nodig. Want Vermeer is even geblesseerd. En ik denk dat hier wel bij vrije spelers toch wel middenvelders zijn. Ik kan deze hier halen. 15.000 salaris en dat is goed genoeg. Die Berna ziet er ook wel interessant uit, die ga ik zeker halen. Dus simuleren tegen Zotze. Mijn B-elftal. Ha, we winnen net met 1-2. Oké, nu de wedstrijd in de beker. Ga ik ook even simuleren. Ah, we gaan door in de beker. Ik denk dat we dan ook de finale gaan spelen. Oké, nu Genk. Ik wil eens de stand even kijken. Ah, we staan eerst dus, dat is mooi. We hebben wel een goede voorsprong, dus kunnen we wel simuleren. Ja, 2-2 tegen Genk. Alweer een Europese wedstrijd nu tegen Sporting Lissabon. Oh, nu al kans. Ah, keeper moet redden. Oppassen. Oeh, was even gevaarlijk. Nu scoren. Ah, afwerk moet beter. Hij blijft maar dribbelen. En nu is de bal voor ons. Nu schieten van afstand misschien. Nee. Duurt gewoon veel. Nee. Weg. Oh, die is nu goed weggewerkt. Want ze hebben nog een bal. No! Oh, hier hebben we heel veel geluk. Oh nee, dat is penalty. Oei, oei. Dat is niet goed. Lissabon komt op voorsprong. Het is nog niet afgelopen, want hier hebben we Alonso. Moeten spelers nu meekomen. En nu afmaken, please. Yes! Deze goal is heel belangrijk. Doe gewoon veel weer. Voorzetje. Ging niet geen goeie. Goed zo. Nu nog snel aanval. Nee, hij fluit af. 1-1 tegen Sporting Lissabon. Dan moet je nog uit tegen hun. Ik denk dat we het dan toch gaan uitleggen, want uit is toch wel moeilijk tegen Sporting Lissabon. En uit simuleer ik altijd in Europa. Oké, uit hier even simuleren met mijn B-elftaltje. En we winnen met 0-1. Nu uit tegen Sporting Lissabon. Oh, we winnen net met 1-2 in Sporting Lissabon. Dankzij twee goals van Alonso, dus we gaan nog door in Europa. Seraan komt eraan. Mooie 0-3 overwinning. Oeh, nu komt Leipzig. Ik denk dat we het wel goed moeten doen tegen Leipzig. Ai ai. 3-1 verliezen. Is niet goed. Dan moeten we thuis zeker met twee goals verschil winnen. Dan komt Anderlecht. Spelen gelijk. En nu is de wedstrijd tegen Leipzig. Die gaan een heel erg spannende wedstrijd worden, want we moeten minstens 2 keer scoren. Alonso is ook snel en hij is al bijna door. Nu. Nee. Oh, Leipzig met de kans. Alonso, please, score deze. Nee. Ik heb wel vertrouwen in dat dit nog kan lukken. Deze keer passen. En als de Franks die scoort wel. Oké. We hebben nog een kleine kans dat we nog door kunnen gaan. Als we nog scoren. En Leipzig kan niet meer scoren. Alonso, als de Franks. Dit is een heel belangrijk moment. Ja! We staan gelijk. Alles kan nog. Wauw, wat een moment. Goed gedaan van als de Franks. 3-3. In de, is de totale stand nu. No way. Ze mogen echt niet scoren. No! Oké, we moeten nu nog eens scoren. Ik denk wel dat we dat kunnen. Hier is Duran Veel. Ja, Duran Veel. Nu afwerken. Yes! 3-1. En 4-4 totaal scoren. Oké, nu niks meer weggeven van achter. Oef, hoekschop voor hun. Pasen. Nu afmaken. Nee. Nu misschien.
Als de Vikings mijn hat-trick. Nee. No! No! Oké, nu moeten we scoren. Nu moeten we het echt scoren. Dit is heel erg belangrijk. No! Nog niet gedaan en is gedaan. We liggen eruit. Wat een leuke wedstrijd, maar helaas. Door de hele wedstrijd liggen we uit. Europa League. We zijn weer ver geraakt, maar ja. Helaas hebben we niet eens de finale gehaald. Simuleren tegen Antwerp. Een B-elftal. Nee, ik ga toch mijn A-elftal simuleren. Ja, we winnen met 1-0. Maar goed, in de volgende video gaan we de finale spelen van de beker van België. Ik wil jullie nu bedanken voor het kijken naar deze video. Dan zie ik u terug bij de volgende video. Doei doei.